Ramon, dit moest voor jullie de wedstrijd van de waarheid worden. Jullie moesten thuis winnen van Jong AZ. Het werd uiteindelijk 0-3 voor de Alkmaarse talenten. Hoe hard komt deze tik aan bij jou? Ja, heel hard. We hadden ons meer van voorgesteld dan we vandaag hebben laten zien. Het is teleurstellend op alle vlakken. AZ terecht gewonnen. Ja. Waar lag het aan vanavond? Ja, meerdere dingen denk ik. Niet één ding. Ik denk dat we slap verdedigd hebben. Niet goed genoeg in duel zijn gekomen. Ons eigen plan waren ook niet goed genoeg aan de bal. We krijgen in de eerste helft toch wel één goede kans nog. Die moeten dan eigenlijk in, weet je, om over het dode punt heen te komen. Maar dat komt dan ook niet. Maar ik kan je nu niet zo 1, 2, 3 zeggen dat het één punt was waar het aan lag. Want het was gewoon overal niet goed genoeg. Nee, want jullie leken een beetje lam geslagen wel, had ik het idee. Nee, je hebt gelijk. Ik denk dat je de eerste helft redelijk speelt. Nog niet, niet goed, absoluut niet. Maar dan geen echt hele grote kansen? Eentje van Maarten Pauls, denk ik. Dat is de één kans in de eerste helft. En als je die maakt, nou, wat ik zeg, kom je over een punt heen. Maar ja, dat doen we niet. En dan ga je eigenlijk vanuit dat je tweede helft dat je doorzet dat beter wordt. Want een jong team wordt dan over het algemeen minder. Maar het tegendeel was waar. AZ werd beter en wij werden slechter. Ja, dan komt die Meerdink binnen de lijnen en die maakt dan een 0-1. Daarna was het geloof bij jullie helemaal weg, had ik het idee. Ja, dat denk ik dat je goed gezien hebt. Maar goed, ik denk dat het eigenlijk overal dus niet goed genoeg was. We hebben te weinig afgedwongen deze wedstrijd. Zo eerlijk en hard moeten we zijn. Ja, je wist misschien wel dat Eindhoven voorstond bij Volendam. Maar Volendam komt dan ook nog in de extra tijd op 2-2. Stel je had gewonnen, dan was je er wel gewoon geweest. Ja, maar het heeft helemaal geen zin om naar die wedstrijd te kijken. We hadden het zelf moeten doen, hebben we nagelaten. Dus we kunnen alleen onszelf kwalijk nemen. Die andere wedstrijd is dan niet interessant meer. Ja. Dan is dit seizoen in één keer ten einde. Dit rare seizoen gaat dan uit als een nachtkaars. Ja, hoe verder? Vakantie vieren. Ja. En voor jou persoonlijk, want je hebt een aflopend contract. Zie jij jezelf hier volgend jaar weer spelen? Ja, dat is even afwachten. Ik zou na het seizoen contact hebben met de club. En nou, dat is dus nu het geval, helaas. We hadden graag nog doorgespeeld, maar het hebben we niet afgedwongen. En nu gaan we kijken en praten met de club. Wat de club wil, wat ik wil. En dan zien we het wel verder komende tijd. Ja, wat voor gevoel heb jij overgehouden aan dit seizoen? Een heel raar seizoen. Eerst onder Verbeek en toen de wederopstanding misschien wel een beetje onder Alex Pastoor. Maar net niet uiteindelijk. Nee, dat is wat je zegt. Uiteindelijk gaat het uit als een nachtkaars. Ik denk, het eerste seizoen zelf was pittig, was niet leuk, niet goed genoeg. En het tweede seizoen zelf met de nieuwe trainer hebben we weg omhoog ingezet. Met een fantastische start van de vierde periode. Nou ja, daarna is balen ook voor mezelf persoonlijk dat ik een paar belangrijke potjes gemist heb en uiteindelijk zag je dat aan het einde gewoon niet goed genoeg was. Vorige week niet, vandaag niet. Ja, vraag nog één keer, wil je graag verder hier, zelf persoonlijk hier in Almere? Ja, ik heb het wel goed naar mijn zin, dus ik zou persoonlijk wel hier willen blijven, ja.